maar jij zei van, het zijn vaak van die mooie principes en goede bedoelingen. Tegen racisme, tegen discriminatie, vrijheid, gelijkheid, blijheid. Uiteraard, ben ik het helemaal mee eens. Alleen vaak wordt er op het verkeerde geschoten. En men schiet compleet door in allerlei redeneringen, waardoor mensen schuldig worden verklaard die eigenlijk een bondgenoot van je zouden kunnen zijn. Ja, de werkelijkheid is veel weerbarstiger. Ja, dan zo rechtlijnig doorgevoerd wordt, dan bij stap 1 werkt het nog, maar bij 4, 5 kan het heel complex worden. Kijk, bij de Franse Revolutie eindigde het met de guillotine voor heel veel mensen, waaronder een heleboel voormalige revolutionairen die uit de beweging zelf kwamen. Ja. En hetzelfde met de Sovjet-Unie hebben we het gezien. Dat zijn dan zware vergelijkingen, maar kijk, activistische, extremistische clubjes die gaan vaak zichzelf opeten. Zie je nu al die Quincy Gadio, die anti-Zwarte Piet-activist, die is eruit gegooid bij BIJ1. Hij werd beschuldigd van toxische mannelijkheid.